Ieder jaar worden er kerstbomen ingezameld in Bokstel door de kinderen vanuit de gemeente Bokstel. Wat doen jullie met de bomen die ingezameld zijn? Ja, dan komen ze dadelijk of na 4 uur weer oplaaien. En dan wordt weer gecompenseerd, zeg maar. En wat krijg je nou voor zo'n boom? 50 cent. Hoeveel krijg je ervoor? 50 cent. Ja, en hoeveel hebben jullie er al ingezameld? Één. Dit is de eerste. Ja, okay. Ja, ik heb er thuis nog 2 liggen ook. Dus ja? En hoeveel verwachten jullie er op te halen vandaag? Geen idee. We kregen een tip van een meneer en daar zijn we naartoe gegaan en er lagen er 3. Volgens mij worden jullie hartstikke rijk. Hopelijk wel, maar... Even kijken, is 15, is 20... 28 al. Nou, dan kunnen we thuis komen. Ja, ik had straks met een collega gebeld, die had er nog maar 2. En hoe vindt u de opbrengst tot dusver? De opbrengst tot dusver is redelijk hier op deze locatie. En ik denk dat er over het algemeen zijn er best wel wat adressen waar veel kerstbomen op een hoop liggen. Op thuisadressen, dus grote verzamelingen. Dat is een volle bak, jongen. Ja. Echt wel? Ja. Allemaal zelf ingezameld? Ja. Helemaal zelf. En hoeveel zijn het er? Nou, we hebben daar nog een hele andere lading. Er zijn er 8. 8 stuks, maar er komt nog meer? Ja. En wat vindt u van die verandering, dat het zo nou echt ingezameld wordt en voorheen gewoon verbrand werd? Ik denk dat de inzameling zoals nu is beter is dan ten opzichte van vroeger. Maar vroeger wisten ze niet anders en nu is dit gewoon de tijd. Hier liggen ongeveer 50 kerstbomen in totaal. Ik heb ze niet precies, dat ik kan zeggen, maar circa 50 bomen. Er zijn een paar kinderen die met groepjes van 3 of 4 van huis af hier naartoe zijn gelopen. En die hadden er in totaal 30. En net was er een groepje die had er een kleine 15 ook in totaal. Dus, en dan her en daar nog een paar andere mensen. En u geeft ze dan vergoeding ervoor? Ik geef ze 50 cent per boom, dat staat ervoor. Waar gaan de bomen naartoe? De MSB in Bokstel. En wat gaat er mee gebeuren dan? Die worden gescherpt. En wat houdt dat in? Ja, dan worden ze kort gemalen en dan de compost weg. Netjes? Ze worden hergebruikt, heet het tegenwoordig, hè? Oh, recycled. Ja. Ja, helemaal in de mode is dat. Ja, dat hoort erbij, hè? Van den bomen op toepasselijke namen, denk ik dan.